Dames en heren, journalisten. Ik ga u bijpraten de komende 8 weken bij de AVRO op Nederland 1 over goede smaak. Want weten wij in Nederland nog wel hoe het hoort? Op het gebied van, laten we zeggen, huizen. Bouw je een Italiaanse stijl villa, een kwartier van Utrecht? Hoe ga je met je vrouw om, je kinderen? Wat voor auto's koop je, wat voor jachten? Al die kwesties die je vroeger gewoon van huis uit meekreeg, maar tegenwoordig wellicht zou moeten leren. Ik ga door de jungle van de goede smaak met dit boek in de hand. Hoe heurt het eigenlijk? Van Emy Groskamp ten Haven. Sinds 1939, fel realistisch en actueel. Vanaf 13 oktober bij de AVRO op Nederland 1. Zo, het is de tijd voor een feestje. Bij dit soort gelegenheden is altijd de vraag, wat doe je aan? Hoe heurt het eigenlijk qua dresscode? Suède schoenen, voor het platteland, dat kan. Een oude jagersbroek van gewassen of van gekookte katoen, moet ik zeggen. Heel stevig spul. Waarschijnlijk een jager, dus daar kom je ook goed mee thuis. En dan het shirt. Kijk, allemaal sleetse plekken. Dat is pas deftig. En een autohorloge natuurlijk, een erfstuk. Hoe kan het ook anders? De vraag is, hoe heurt het eigenlijk volgens de oude Friese adel? Adel? Ja. Betekent dat nog iets? Je hebt een enorme historie. En die historie is toch iets wat je nooit van je af kunt schudden. Ja? Nee. En daar probeer je wel een eigen tijdsinvulling aan te geven. En dan zien we hier, Jort, een aantal van hun kinderen die hier tussenin hangen. Zat het helemaal goed met de genen daar? Ik vind ze kijkt een beetje moeilijk. Het zou niet mijn bruid worden. Dat is ook altijd heel persoonlijk, Jort. Ja. Misschien vond meneer Rengers haar juist wel daarom zo speciaal. Een beetje loenzen, hoe zou je het noemen? Ja, heeft ook wel wat. Oké, okay, ja. Goed. En dan stampt de grootvader 2 keer met zijn voet op de grond en dan kwam Johan naar boven rennen. En dat was allemaal heel normaal. Mijn grootvader kon niet eens auto rijden. Die had wel een auto, maar die had ook een chauffeur. En nu dacht ik voor de gelegenheid, ik kom in een auto die past. Eigenlijk een echte oud-geldauto. Kijk, daar staat hij. Ja, dat noemen wij, Jort, nou een PC-hoofdtrekker. Die auto die is helemaal spik en span schoon. Hij lijkt hetzelfde, maar is niet hetzelfde. Want hij is nieuw. Want hij is nieuw en een auto hoef je helemaal niet nieuw te kopen, oh. Want het is toch een gebruiksvoorwerp. Kijk nou naar de mijne. Die is ouder, die is veel smeriger. Ik zie modder, ik zie roest, ik zie echt gebruikt. Schimmel. En dit is eigenlijk nieuw geld en dit is oud geld. Zo zou je het kunnen zeggen. Terwijl het afstandelijk er hetzelfde uitziet. Nee, helemaal niet. Dat is namelijk de kunst om het onderscheid te zien. Dit is een anglofiel spelletje, een Brits spelletje eigenlijk, hè? Ja. En dus zie je dat wel heel Brits. Het is zo'n Brits buitenfeestje. Strooien hoedjes op, mooie nou, meisjes. Nou, ik heb veel opgedaan op Ascot, hè? Ja. En hoeveel paarden heb je nodig om een beetje lekker polopartijtje te kunnen spelen? Nou, 8 dan, hè? Als je 4 spelers tegen 4. Nou, je bent veel te bescheiden, ja? Veel te weinig. Ja? Bent u een pololiefhebber? Nou, mevrouw rijdt paard. Oh, u rijdt paard? Ja, ik rijd paard, ja. Geen polo, maar gewoon dressuurmatig. Dressuur, oké. Okay. En moet je van een paard houden om dit te kunnen waarderen? Of gaat het eigenlijk meer om wat er in je glas zit? Ja, ligt er aan wat je komt natuurlijk. Kom je voor de paarden of kom je voor beide? Ja, ik vraag het u. Ja, precies. Ja. Zij komt echt voor de paarden. Ik kom voor de paarden, ja. En u komt voor de champagne? Allebei een beetje. Allebei een beetje. En als je nou naar die mensen hier kijkt, wat zijn dat voor types die naar polo komen? Ze doen heel Brits, hè? Ik heb geen flauw idee. Ze doen echt alsof ze helemaal Britse adel zijn. De meeste komen volgens mij om te drinken en te eten. U komt hier gewoon om te zuipen. Ja, precies. Je moet straks eens dat veld op, want tussen de chuckers heet dat. En de partjes. Dan moet je ze aanstampen. Hoe ga je dat doen? Hoeveel centimeter is dit? Mag ik even een kleine hoevencheck doen? We zijn nu toch op het veld. Gooi ze even in de lucht. Kijk. Ja, Kim met je schoenen aan, Kim. Jongens. Ja. Dit is minstens 16 centimeter, hè? Het
zijn schoenen die je niet op het veld kan houden. Je kan alleen in bed aanhouden. Deze mensen willen eigenlijk heel vaak op oud geld lijken. Ze zien eruit als Britse edellieden. Ja. Alleen net te nieuw allemaal. Ja, maar ik zeg het eerlijk, u niet hoor. Nee, u bent volledig nieuw om weer een ringetje te halen. Zal ik je vertellen, als ik in Vurg loop, dan zeggen ze, jij bent de Jort Kelder van Amsterdam. Te korte pijpen zelfs. Ja, precies. En Vught is het villa-dorp van Brabant eigenlijk, en net bij Den Bosch om de hoek daar. Ja. Jij bent absoluut oud geld, je bent bijna krakkeleen wapen. We zijn zo lang geleden begonnen. Je bent een Rotterdammer, zou ik horen. Ja? Wat doe je hier dan? Nou, we waren uitgenodigd. Dan had je een Wassenaar, hebben ze ook zo'n feestje natuurlijk nu, hè? Ja. Maar dit vinden we gezellig. En noem jij jezelf eerste generatie geld, of zeg je... Nee, derde. Maar ik probeer het op te maken, maar het lukt niet. Wij hadden vroeger al die kaders en die worden nu huizen. Jouw vader liep in de haven met zo'n zak op zijn schouder, toch? Nee, dat deed mijn opa. Meen je dat, ja? Maar jullie zijn echt al tweede, derde... Ja. Dus jij kan niet zeggen, ik ben hier de enige met oud geld? Ja, heel oud. Ja. Hoe oud is oud? Ja, 80 jaar. Dat is echt oud geld. En ben jij ook oud geld? Import, dat is import. Kolonie. Maar het zegt niet gewoon, kolonie. Kolonie. Geannexeerd en daarna verkocht of weggegeven. Dat was de dure liefde. Citeren wij Amy Groskamp ten Haven, onze etikettenkoningin. Beschaving. Alle ware beschaving uit zich in tact, bescheidenheid en beperking. En niet in datgene wat voor geld te koop is. Amy, bedankt. Welcome to Saint-Tropez. Kijk, en zo word je dus afgeleverd als je een beetje serieus bootje hebt. En dan stap je af en dan ga je lunchen. En dan ben je op wat heet Pampelan. En dit is dan Tahiti, een van die strandtenten waar vooral Nederlanders komen hier op Pampelan. Op het moment dat je een camera tevoorschijn neemt, is het meteen nee. En hoe komt dat nou? Eigenlijk twee redenen. Eén, discretie voor de echte sterren. En twee, discretie voor natuurlijk de vreemdgangers. Daar lul je niet over. Ja. Dit is Domburg. Niet zomaar een Zeeuws badplaatsje. Nee, de plek waar de elite zijn vakanties doorbrengt. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Ik zag geen waterscooters op het water. Ja. Ik hoorde niks. Er waren geen ghetto blasters waar mensen mee rondlopen. Prettig, hè? Heel prettig. Ja, dat is ook heel Domburg, hè? Ja, ik denk het. Ja. Gewoon een stukje rust. Wij doen een Domburg-rip. Wat is de attractie van Domburg? Het strand in de zee. En als je er in Domburg echt bij wilt heuren, dan heb je natuurlijk je eigen strandhuisje. En dat heet hier een strandkot. Bij die oude familie zit hij al generaties in de familie. Hier, bij de nummers tussen de vuurtoren en daar het strandpaviljoen. Daar moet je zitten. Dat is pas exclusief. Waar in Domburg het leven na 12 echt moet stoppen. De drie generaties koorballen nemen nog een laatste biertje. Begint het in Saint-Tropez pas na 1 's nachts. En dat doen ze dan in Le Cave d'Urois, beter bekend als De Kaaf. En je kan maar beter wat zakgeld meenemen. Niet alleen voor de rondjes aan de bar, maar vooral voor het prettige gezelschap. Vaak van Oost-Europese makelij. Welcome to Saint-Tropez. Dit is hem dan, de meest begeerde ligplaats van Europa en misschien wel van de wereld. De oude haven van Saint-Tropez. Wie kent hem niet? U kent hem niet. Waarom niet? Omdat u niet zo'n boot heeft zoals wij nu, zo'n drijvend strijkijzer. Want wat is nou de kunst? Hoe kom je op de beste plek te liggen? Niet te veel naar links, niet te veel naar rechts, maar precies in het midden. De toeschouwers staan, zoals gebruikelijk, natuurlijk in de verwondering te kijken wat hier toch mee met dit strijkijzer aan het doen. De piqueur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le. En de vraag nu is natuurlijk: liggen we goed?
heel eerlijk gezegd, beter had niet gekund. Morgenochtend komt de havenmeester even langs met zijn bakje en dan zegt hij, mag ik even vangen, €1500 lichtgeld per nacht. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Ik ga op bezoek bij Jan Six junior. Nu een jonkeer, toen natuurlijk in de 17e eeuw, een familie van kooplieden, nieuw geld. Jan Six junior. Jort Kelder, de hoeveelste? De 11e. En die 11e generatie. Voelt dat als een last die u met zich mee torst? Nee. Ik heb heel veel goede voorbeelden, dus nee, het is zeker geen last. Waar wij opgegroeid zijn met de boekdrukkunst van de firma IKEA, bent u dus eigenlijk opgegroeid met een geweldige kunstcollectie. Een van de grootste particuliere collecties van het land. Ja. Rembrandts aan de wand, ja. Boven de ontbijttafel toch? Ongeveer, ja. Tegenwoordig laat je fotograaf komen, toen zei u tegen Rembrandt, fotootje. Ja. Als je het nu ziet, hier die gouden bocht, zeg je oude huis is oud geld. Maar zo was het niet bedoeld. Nee, het was nieuw geld. Het waren de nouveau riche toen, die de kavels kochten en hun eigen paleizen bouwden. Dus dat was natuurlijk nieuw geld. En werd dat gezien door het oude geld, de oude landadel in Gelderland en Utrecht, werd dat gezien als echt een soort proleten? Waarschijnlijk wel, ja. Zo, het is weer tijd voor een feestje. Uw verslaggever gaat aan het werk. Ja, jongens, jullie zien er top uit. Ja. Het zuigt gewoon. Hoofdregels van het oude geld is dat je niet laat zien wat je hebt. Nou, dat is hier wel even anders. Jij zit er wel mooi bij zo, hè? Is dat zo? Ja, je ziet echt. Okay. Ik film het toch even. Ja, hartstikke fijn. Ik ben een prinsesje, nee. 1612, dat is dus serieus een oude familie. Patriciaat of adel? Patriciaat. Adel was pas na Napoleon. Adel is eigenlijk nieuw geld. Adel is eigenlijk nieuw geld. Zou u graag een grote familiegeschiedenis willen hebben? Oh, dat lijkt me geweldig. Dat is toch leuk? Dat lijkt me echt. Want ze sterven uit, al die baronnen, al die jonkheren. We zijn er nog met 10.000. Een eigen familiewapen. Ja, dat lijkt me geweldig. Leuk is dat. Maar dan hebben wij waarschijnlijk nieuw geld. Dus wij dachten van. Volgens mij hebben jullie wel nieuw geld. Ja. Ik gok het. Vindt u de Oranjes ook nieuw geld? Ik vind de Oranjes nieuw geld. De auto. Wat rijdt u? Hij een 5-serie, 35 BMW. En u? En ik de 325. Dus u bent van het nobele Münchense merk? Ja. Dat is nieuw geld, cabrio, hè? Ja. Lekker dakje eraf. Ja, u bent niet voor niks zo bedankt. Dat zie ik zelf wel. Kijk, dat zou oud geld nou niet doen, want de laatste centen